Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag in het Stadsparkje in Amsterdam. En ja, ik had net wat andere opnames. Dus ik had vluchtig mijn eigen spulletjes ook in de tas gedaan. Want ik denk als het kort duurt, dan ga ik zelf ook nog een video maken. Ben ik mijn statief vergeten. Dus ik hou jullie nu gewoon vast. Dus het wordt een beetje een andere video als dat we gewend zijn. Ik ga gewoon zoeken. Dat is het. Wish me luck. Dat is het makkelijkste zoeken natuurlijk, als het gewoon bovenop legt. Dan hoef je niet te graven niks. Ik denk iets van een deurknop of zo, een oude deurbelknop. Ik weet het niet. Dit zat dan op de deur en dan zat hier een knop. Die kon je zo draaien. Gok ik. Nou, ik denk een stuiver. Ja. 5 cent uit. Hé, hey, mijn geboortejaar, 1977. Nou, dat is toch wel weer erg leuk. Toen ik geboren werd, is deze munt gemaakt. Of deze munt is gemaakt toen ik geboren werd. Nou ja, maakt niet uit. 1977. Toch alweer 44 jaar. Volgens mij mag je barbecuen hier al in het park. Dus ja, je gaat ook veel zegeltjes en dingetjes van vleeswaren en andere rommeltjes tegenkomen. Dat is wel weer een beetje jammer dan. Oeh, dat is euro's. Tada! Kijk, wat een vies beest, hé. Nou, ik moet er toch bij. Kijk. Ik ga kijken of ik hem weer een beetje veilig de grond in kan werken, dat beest. Bedankt voor je geld, jongen. Jouw portemonnee is leeg. Nou, ik toch alleen maar bezig ben met muntjes jagen. En de video hartstikke leuk kan worden met eurocentjes, maar toch wel een beetje saai. Wil ik misschien nog wat meegeven. Heel vaak zie je voorbij komen van hoe kan het nou, mijn metaaldetector is niet stil. Of waarom hoor ik continu een geluidje uit mijn metaaldetector. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik heb hier Quest bij me en inderdaad. Er komt af en toe een geluidje uit. Dat is niet erg. Iedereen die zegt dat hij een doodstille metaaldetector heeft en dat hij altijd stil is en alleen maar piept als er een muntje onder ligt, die liegt dat hij barst. En het maakt niet uit welk merk of welk type metaaldetector je hebt. En dat kan ik wel onderbouwen. Je hebt een metaaldetector en die metaaldetector die zendt via de schotel magnetische velden uit. Die zendt iets uit. En op het moment dat hij iets tegenkomt, komt dat geribbeld weer terug. En die verandering, die zet jouw metaaldetector om in geluid en een VDI-getal. Maar jouw metaaldetector, die zendt continu dat uit. Dus als er storing in de grond zit, of je mobiele telefoon die is aan het reutelen, of er loopt iemand langs met een bluetooth koptelefoon, of je loopt bij een tramstation of midden op het veld ligt er veel poep op de grond. Er zijn zo verschrikkelijk veel factoren waardoor jouw metaaldetector een geluidje gaat geven. Het is aan jou de taak om te bepalen welk geluidje wel iets is en welk geluidje niet iets is. Er is wel een heel klein hulpmiddeltje voor. Op het moment dat je je metaaldetector over de grond zwaait en je hoort een geluidje, maar het is niet constant. Dus je hoort het niet continu op dezelfde plek. Tijdens het lopen hoor je dat vaak. Eventjes een knettertje, eventjes een friemeltje.
Dat kan je negeren. Zet dat uit in je hoofd. Irriteer je er niet aan, het hoort erbij. Op het moment dat je een vals signaal hebt, dat wil zeggen dat je iets in de grond hoort, maar het geluid is niet constant en je VDI springt van alle kanten op en je gaat dan een halve slag draaien en het is bijvoorbeeld weg, dat noemen ze dan een vals signaal of een spooksignaal, ja, dat kan iets zijn wat tegen je discriminatie aan zit. Dus als je gediscrimineerd hebt en het zit daar net tussenin, dan kan die een beetje een spooksignaaltje geven. Maar dan is het ook vaak niet voor niets, want je hebt het niet voor niets uitgediscrimineerd. Als het een goed signaal is, is het constant. Het is constant hetzelfde. Of je nou linksom eroverheen gaat, rechtsom eroverheen gaat, of je er snel overheen gaat of langzaam. Het is altijd hetzelfde. En dan heb je te maken met een target die je wil graven. En voor de rest, laat dat ding lekker reutelen. Daar is hij voor gemaakt. Hij is ervoor gemaakt om dingen uit te zenden en dingen te ontvangen. Het is alleen aan jou om de keus. Welke signalen wil jij ontvangen en doe jij iets mee? Ik denk dat dat wel een handige tip is voor de mensen die denken dat hun metaaldetector 100% stil hoort te zijn. Want het is gewoon niet zo. Het is wel keihard werken, maar langzamerhand komt mijn kostje bij elkaar. Toch blijft het altijd wel een leuk gevoel als je een muntje omhoog haalt. Toch? Ben ik de enige die dat heb. Nou, mijn pinpointer is leeg. Maar dan haal ik altijd hetgeen waar het in zit, gewoon langs de schotel. En dan pul ik het een beetje uit elkaar. Dat is een heel gefriemel. Beter gewoon een pinpointer hebben. Ja, het zal niet iets heel groots zijn. Ach. Een frummeltje. Nou, een redelijke eentonige video. Ja, het zijn allemaal muntjes. Ik kan er ook weinig aan doen. Kijk, nog een stuivertje. Uit 72. Haha, die is ouder dan dat ik ben. Toch nog eventjes 2 euro. Ik denk ik doe heel even dit korte borstpaadje. Nou, hoop troep, hoop rommel. Maar toch nog even 2 euro. Hé, hey, zal Daan blij mee zijn, want het gaat in de ijskommandpot. Dit was hem alweer, de aflevering van de Toy Soldier. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Zo niet, jammer. Volgende keer beter. Vergeet niet te abonneren. 30% van mijn kijkers is nog niet geabonneerd. Dus als die 30% die nu kijken, die niet geabonneerd zijn, doe dat even op. Dat is hartstikke leuk voor mij. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.